Goedenavond, dames en heren. Welkom, ook iedereen op de publieke tribune. U kunt zien aan mijn overhemd dat ik mij vandaag feestelijk gekleed heb. En nou weet ik niet exact wat er gaat gebeuren. Ik heb me dus gekleed op dat wat ik gisteren dacht dat vandaag zou gaan gebeuren. Want dan hang ik mijn kleren in de kast klaar. Ik zie dat de heer Wildfank het zelf gedaan heeft. Het ziet er fantastisch uit. Maar nu heb ik begrepen vanuit indirecte, moet ik wel erbij zeggen, lijnen, dat mogelijkerwijs iets anders gebeurt. Ja, weet u, dames en heren, ik zeg het ook tegen de mensen op de tribune. Misschien bent u hier gekomen om afscheid te nemen van iemand. Ja, misschien doet u het, misschien ook niet. U heeft geen idee hoeveel bossen bloemen boven staan. En de kans dat ze daar blijven is vrij reëel. En ze worden er niet beter op, die bloemen. Maar goed, zo is dat. Zo gaan die dingen. Ik open de vergadering. En dit is de laatste van de gemeenteraad in zijn oude samenstelling. Hoe ik wend of keer, dat is echt zo. En Aad Westerman is er niet bij. En daar wil ik toch even bij stilstaan. Omdat de reden waarom hij er niet bij is, een buitengewoon verdrietige persoonlijke reden is. Het gaat thuis echt heel erg slecht. En ik wilde dat toch graag even hier melden. Daarmee heb ik de opening gehad. Punt 2, spreekrecht van burgers. Daar maakt niemand gebruik van. Gaan we naar agenda punt 3, dat is de vragenronde, ook geen behoefte aan. Weg. Agenda punt 4, vaststelling van de agenda. En dan krijg ik agenda punt 5, vaststellen van de besluitenlijst van 19 februari. Er zijn twee besluitenlijsten zoals u weet, openbare en een besloten. Mocht u opmerkingen of vragen hebben over het besloten deel van de vragenlijst, dan moeten we de vergadering even schorsen, zodat dat ook in beslotenheid kan gebeuren. Ik doe het maar precies zoals het wordt vandaag. Iemand, naar aanleiding van, nee, mag ze vaststellen, de besluitenlijsten, is hiermee. Dan kom ik bij agenda punt 6, ingekomen stukken en de lijst van mededelingen. Misschien wel interessant om u te wijzen bij de ingekomen stukken op de brief van de burgemeester. Ik hoop dat u daar kennis van genomen heeft. En dat wordt natuurlijk opgepakt door de griffier, dat begrijpt u ook. En dat is vervolgens aan de nieuwe raad om daar op een ongetwijfeld adequate, verstandige manier mee om te gaan. Opmerkingen naar aanleiding van beide? Niet? Meneer Lochtenberg. Ja, dank u voorzitter. Wij zijn er als de kippen bij om iets te melden als we vragen stellen bij zaken die we vragenswaardig vinden of waar we opmerkingen of commentaar op hebben. We zijn ook reëel en we maken ook de complimenten als het ergens zeer tevreden over zijn. En een van de mededelingen die betreft het verslag van, dat gaat over de termijnen van bezwaarschriften. Daar hebben wij een jaar geleden commentaar op geleverd, omdat die termijnen zelfs buitenwettelijk lang waren. Daar is zeer actief door de portefeuillehouder, in dit geval, ik heb geen idee wie, maar de portefeuillehouder, zeer actief op gereageerd, klaarblijkelijk. Tussentijds kregen we al de indruk dat het nu naar behoren liep en dat blijkt dat ook uit de resultaten. De termijnen zijn terug op acceptabel niveau. Waarvoor onze complimenten. Dank u. Wel, ik zal ze doorgeven aan de organisatie, want ze hebben echt hun best gedaan. Ik was even bang dat u zou refereren dat u blij was. Als u blij was dat u dan dat ook zei en dat u dan dat wilde zeggen naar aanleiding van de brief van de burgemeester. Maar dat is gelukkig niet zo. Heb ik hiermee agenda punt 6 gehad? Dan ga ik naar agenda punt 7, onderzoeksgeloofbrieven en toelating van de nieuwe gemeenteraad. Nou, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen gaat de nieuwe samenstelling van de raad hoe dan ook wijzigen. En de raad dient op grond van de kieswet te besluiten tot toelating van de raad op grond van een onderzoek naar de geloofsbrieven. En afgelopen vrijdag is de verkiezingsuitslag vastgesteld door het Centraal Stembureau. U heeft er allemaal ongetwijfeld op een of andere manier kennis van genomen. Verdeling van restzetels, weten we allemaal, heeft aanleiding gegeven tot nader onderzoek. En dat hebben we geprobeerd zo nauwkeurig en zo zorgvuldig mogelijk te doen als Centraal Stembureau. Maar in die zin hebben we ook gehandeld conform de circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En die zegt dat er sprake moet zijn van 4 zich gelijktijdig voordoende feiten. De eerste is een ernstig vermoeden dat er iets misgegaan is. Ten tweede op één of meerdere stembureaus, dat is logisch.
En dat beide stemopnemingen zodanig fouten zijn gemaakt dat ze van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. En dat eerste, namelijk dat er sprake is van een ernstig vermoeden dat er dingen misgegaan zijn op de stembureaus, daar heeft de Centrale Stemcommissie op geen enkele wijze kunnen constateren. En dus heeft zij afgelopen vrijdag de verkiezingsuitslag vastgesteld, conform de wijze waarop dat ook in het protocol door de ambtenaren was aangegeven. Maar u heeft uiteindelijk altijd als gemeenteraad een eigen verantwoordelijkheid. En die is gekoppeld aan het onderzoek van de zogenaamde geloofsbrieven. En misschien even voor iedereen op de publieke tribune, maar misschien ook wel voor de mensen die hier zitten. Je mag alleen maar, je wordt gekozen, maar dan zit je nog niet in de raad. Dus als je bent gekozen, moet je ook nog in de raad komen. En je komt alleen maar in de raad als de bestaande raad, dus in dit geval de oude raad, jouw zogenaamde geloofsbrieven heeft onderzocht. En die geloofsbrieven, daarin staan allerlei feitelijkheden. Bijvoorbeeld waar je woont. Want je moet als raadslid moet je wonen in de gemeente waar je raadslid van bent. Dus stelt dat u nu in Zwolle woont, en dat blijkt uit onderzoek van de commissie van de geloofsbrieven, wordt u gewoon niet toegelaten tot de raad. Zo simpel zit het. Dus u kunt zich voorstellen, je wordt gekozen, dat is één, maar daarna moet je nog aan de formele vereisten voldoen om ook daadwerkelijk toegelaten te worden door de raad. Daarvoor hebben we een commissie in het leven geroepen, en dat is de commissie die onderzoek doet naar de zogenaamde geloofsbrieven. Ik stel die commissie niet in, dat doet volgens mij de raad. En ik doe altijd een voorstel aan de raad. En ik zou de raad nu willen voorstellen om daarvoor te benoemen de heren Royakkers, Lochtenberg en Peter Meijerink, meneer Meijerink. In principe ook alle drie vertrekkende raadsleden, naar alle waarschijnlijkheid, je weet het nooit. En ik vraag aan de raad of zij akkoord gaat met deze drie heren voor de commissie van de geloofsbrieven. Vindt u dat goed? Ja? Als dat zo is, dan heb ik hiermee deze drie mensen benoemd als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven. Nu weet u ook dat wij hun altijd al vragen, ervan uitgaande dat u ongetwijfeld met ons voorstel zult instemmen, om hun huiswerk al te doen. En als ik het goed heb, is de heer Meijerink voorzitter van die commissie. Nee, neem me niet kwalijk. De heer Royakkers. Beschouw dit niet als een disqualificatie, alsjeblieft. De heer Royakkers, en misschien mag ik u het woord geven. Dank u wel, voorzitter. Samen met mijn collega's Meijerink en Lochtenberg hebben wij de geloofsbrieven bekeken. En wij hebben daar geen aanleiding gevonden om een benoeming tot raadslid of een verkiezing tot raadslid te weigeren. Die zijn allemaal in orde bevonden. Dus dat is goed nieuws. Voorzitter? Ja. U heeft ook de protocollen allemaal in ontvangst genomen, hè? Heeft u nog naar aanleiding van de protocollen opmerkingen? Dat hebben wij gehad. We hebben processen verbaal gehad. We hebben de protocollen gehad. Daar wil ik ook voor, niet voor u, want u was het hoofdstembureau van op de hoogte. Maar we hebben geconstateerd dat het aantal uitgegeven stembiljetten niet bekend is, omdat er ook geen beginvoorraad van de stembiljetten en eindvoorraad was. Maar we weten wel dat er ingeleverde oproepkaarten zijn en ingeleverde biljetten die gestemd hebben in de bus. Dat is een verschil van 4. Er waren 24 ongeldige stemmen volgens de protocollen en 38 blanco volgens de protocollen. En voor zover deze commissie, die daar kort naar heeft gekeken, heeft kunnen constateren, vinden wij geen aanleiding om af te wijken van de conclusie van het hoofdstembureau. We hebben verder geen fouten gevonden en we hebben ook verder geen oordeel. Dank u wel. Ik geloof dat mevrouw Ramelman het woord wil. Mevrouw Ramelman. Dank u wel, voorzitter. Voordat de vergadering de kandidaten toe gaat laten, willen wij samen met andere fracties een motie voor hertellen indienen, zodat we zeker weten dat de kandidaten die voorgedragen worden ook zeker de kandidaten moeten zijn conform de stemmers. In de motie staat verder een onderbouwing en daar verwijs ik dan ook graag naar. Nou, laat eens komen.
Nou, ik ga mijn best doen. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen de volgende motie in. Gelezen het procesverbaal van de uitslag van de verkiezing voor de gemeenteraad van 23 maart 2018 en gelezen het voorstel van de Raad om tot toelaten van raadsleden te besluiten, overwegende dat het verschil in aantal stemmen voor de laatste raadszetel minimaal is, de gemeenteraad naar de kiezers uitspreekt dat elke stem van belang is en van waarde is, de uitslag van de verkiezingen dermate bepalend is voor hoe de komende 4 jaar dat twijfel dient te worden voor dat twijfel dient te worden weggenomen bij leden van de raad en bij de inwoners. We willen voorkomen dat dit een goede en constructieve werkwijze zoals we die gewend zijn binnen de gemeente Dalfsen ons in de toekomst in de weg gaat staan. Spreekt uit dat een nieuwe opneming van stembiljetten van alle stembureaus noodzakelijk is, de ongeldig verklaarde stemmen opnieuw moeten beoordeeld worden en draagt de voorzitter op deze hertelling onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren. De indieners zijn Rammelman, Veldhuis, Rooijakkers en Nijkamp. Klopt dat? Heb ik het goed gedaan? Ik zag in de overwegingen wat formuleringen waarvan ik denk die zijn onduidelijk. Maar uiteindelijk neemt u alleen maar een besluit met betrekking tot spreekt uit dat. Mee eens? Ja? Oké. Wilt u het even toelichten, mevrouw Rammelman? Want ik denk dat u hoofdindiener bent, of niet? Heeft u daar behoefte aan? Dan vraag ik eerst, denk ik, de heer Wildvank, die niet ondertekend heeft. Wat zijn mening is met betrekking en daarna de heer Raamaker. Ja, ik zal het heel kort houden. Op zich snap ik de motie. En bedoel, inderdaad, de formulering is misschien niet helemaal optimaal geweest, maar de bedoeling is volstrekt helder. Wij hebben bewust niet mede ondertekend, omdat ik dit wel wil zien als een vraag van het CDA. En we hebben hem ook op die manier beoordeeld. Maar ik snap de vraag heel goed. En we gaan hem ook van harte ondersteunen, dus we zullen de motie ondersteunen, maar vinden wel dat het een vraag is van het CDA, vandaar niet mede ondertekend. Meneer Raamaker, gemeente Belangen. Ja, voorzitter, afgelopen vrijdag om 10 uur heeft het hoofdstembureau opdracht gegeven aan het stembureau en de commissie om de PV's en de lijsten na te kijken en te controleren op fouten of ernstige vermoedens. Deze waren niet aanwezig. Dus voor ons is er op dit moment geen aanleiding voor een hertelling. We hebben er vertrouwen in dat het correct en zorgvuldig is verlopen. Wij twijfelen ook niet aan alle mensen die hebben meegewerkt op de stembureaus. En ook een bedankje vanaf deze kant richting al die vrijwilligers die hebben meegewerkt. De afgelopen woensdag en vrijdag is denk ik zeker op zijn plaats. Maar ik wil straks graag even schorsen, want ik zie dus dat de hele raad, of de, bijna de hele raad op gemeentebelangen, zeg maar hiermee instemt. Nou, we gaan er vast niet voor liggen, want ja, het gaat om 6 stemmen op dit moment. Dus maar ik wil wel even overleg voeren van, ja, moeten we deze steunen dan? Of zeggen we gewoon, we gaan er niet voor liggen en uitvoeren maar. U vraagt een schorsing aan. U heeft ook geteld, daar zit een meerderheid in de raad. Als ik gewoon kijk naar de indieners waarvan ik aanneem dat ze de motie ondersteunen. Dus het is goed dat u schorst, maar ze hebben uw stem niet nodig, zoals u gemerkt heeft. Ik schors de vergadering voor een enkele minuut. Wilt u ook echt even een andere ruimte betreden? Ja? Oké, dan schors de vergadering voor 10 minuten. Is dat goed? Geschorst.